Deventer viel na een korte strijd. Van alle huizen wapperden vlaggen om de bevrijders te verwelkomen. Dagen later werd, bijna zonder strijd, Zwolle genomen. Het is alweer 70 jaar geleden dat de oorlog is afgelopen. Van enige oorlogsschade is al lang niets meer te merken. De oorlogsgeneratie van toen is al heel oud of is er niet meer. Toch blijven we herinnerd aan deze vreselijke tijd. Foto's, films, schilderijen, gedenktekens, plaatjes, verhalen en monumenten zorgen ervoor dat de oorlog en zijn slachtoffers niet vergeten zullen worden. In onze serie over 70 jaar bevrijding van Oldebroek laten we aan de hand van die voorwerpen een stukje van die tijd herleven. Je was 13 jaar, toen brak de oorlog uit. Jochie, en dan stond je in die dilemma, want de Duitsers komen binnen. Hoe heb je dat meegemaakt? Ja, Ik weet nog op een gegeven moment, s'morgens, en dan begin ik op het begin van de oorlog, de bewuste, 10 mei, vrijdagsmorgens, dat ik op een gegeven moment wakker werd, toen sloop me nog in de beddensteed, toen was het nog, slaapkamer zei toen zo vroeger, de vrouw niet en de moeder hier niet. Dat er een bij ons aan de venster steken, die moest mijn vader hebben, en dat was Steven Willink. Steven Willink, die stond hier met een koe aan de weg, bij Peter Rotman, en dan zal de schut, Jaap Schut uit Oldebroek, zal die meenemen naar Zwolle, naar de markt, Friesmansmarkt. En die bleef me wachten, en die had de dag, ik ga eens even naar Bram van het Hof toe, want daar hadden ze een radio, de radio's waren het ook nog, naar ons in de buurt niet. Die zie je hem horen, want toen komen allemaal vliegtuigen door de lucht heen. Dus dat was nog iets aparts geweest. Die had mijn vader bij de, mijn vader radio aan. Ja, toen hoorden we het wel. De Duitsers waren binnengevallen. Dat is het begin van de oorlog, wat ik weet. Met als gevolg dat die vriendelman Jaap Schut niet kon rieden naar Zwolle. Want even later ging de bruggen er al af. Een paar goede klappen. Want mijn vader zegt, ja, doe al dat gedoe een beetje laat. Jong, kom er ook even uit. Ga je mee helpen melken, dan heb je zo gedaan. Je bent goed wel hier in Tussenbroek. Een geweldige klap. Kon je rookwolken zien door. Ging de bruggen eraf, lieten ze de bruggen springen bij Zwolle. Dat moet ik zeggen. In de oorlog voor een hele hoop mensen. Een hele moeilijke tijd. Verschrikkelijk moeilijk. Het zij door oorlogsgeweld of wat ook. Mensen die op de vlucht moesten. Mensen die onder moesten doen. Maar voor ons als jongens in die leeftijd. Een verschrikkelijke mooie tijd. Elke dag was er wat te beleven. En vooral in het einde van de oorlog, 43, 44, dat er overal verschillende toestellen, bommenwerpers neerkwamen. Voor ons als jongens machtig mooi om door ze even naartoe te gaan, slopen en dergelijke meer. Ik weet nog, en dan zou ik ook een naam noemen, dat zijn de knelden van de vogels aan Veldweg. Moord van me. Wat hebben we niet, dat zal ik broekenwijs. Zalkenbroek, nou een jager, er was een Engelse jager neergekomen. Die was in de loop van de avond, ja al eerder dan, hebben ze het harde beschoten en bombardeerd. Er stond munitietrein, daar hebben ze op al schieten geweest. Met het vlak van de Duitsers, die raken ook een Engelse jager. En die is hier brandend overgekomen. En die is in Zalkenbroek, in de Twichweert, is ze neergestort. Die piloot, die is er ook goed uitgekomen. Die is soms via Kampenveen weggeraakt. Ze hebben de boerenkleren aan de trap. Dat, die dat niet te zien heeft, kan zich dat niet voorstellen. Dat één lint gewoonweg van volk, van het westen, ja het westen vandaan, die kant vandaan, naar het oosten terug, op richting Levensvaart, dan om over de brug in ieder geval, met kinderwagens, met fietsen, met handkoren. Je kunt niet voorstellen wat ze toch meeslepen. Om door een paar meer de eerappels op te halen en om daarmee door weer naar het westen te gaan. Je kunt je niet voorstellen dat dat mogelijk was en dat de mensen dat doen. Maar ja, honger. Als er niet wat eten is, dan griep je elk dingetje aan, elk blaadje griep je aan om wat te halen. Mijn moeder die kookte elke man, toen op zijn hevigst was, een grote pot met brie. De ene keer met tarwemeel, de andere keer met roggemeel, dat gaf niet.
Die zetten ze kanten aan de oprit op bij ons. Een paar borden erbij. En dan gingen ze bij zitten. En die zijn langs kwam. Ja, de rieten stonden alweer te wachten. Was net als ze dat roken. Net honden die ergens op afkomen. En dan kon ze elk een schep pap krijgen. Nu een zo grote pot is dat ongeveer 40 schep in. Dan hebben we op een gegeven moment de laatste mocht de pot uit slikken, figuurlijk gesproken, schrapen. Maar die dan kwam, die zei, krijg ik niet wat, rotwijf, heb je voor mij niet wat? Die begon je uit te schelden bij wel. Nu deed mijn moeder door niet, moeilijk over, die kon dat wel verdragen. Maar menig ander zou je zeggen, en dat doe ik nooit meer, maar mijn moeder die volgende maand had ze weer de pot naar brief staan. En dat vond ik zo mooi van mijn moeder, dat ze dat deed. Dat ze dat overwinnen kon, die vernedering die ze de volgende vorige dag had, dat rotwijf van dit en van dat, weet je wat, dat ze door afstand kon nemen. Dat vond ik mooi. Meneer Terlouw, allereerst heel hartelijk dank dat u even tijd van ons vrij wilde maken. U zult ongetwijfeld veel verzoeken krijgen. Wat was voor u de aanleiding om tegen dit verzoek van museum, de Sjoel, te zeggen van ja, ik kom deze tentoonstelling wel openen? Ik heb al een paar keer eerder iets gedaan in Elburg hier in verband met de Sjoel. Dus ik ken de mensen een beetje. En als ze dat dan vragen en ik vind het onderwerp de moeite waard en ik kan, ja, dan zeg ik ja. Ja, want ik had ook gelezen dat ook uw dochter, Sanne Terlouw, zelfs ook hier al eerder een lezing had gegeven. Wat is uw band met het museum? Wat spreekt u aan hoe het museum werkt? Ja, het is een heel bijzonder, de kleine Sjoel, dat Joodse kerkhof hier vlakbij, in een protestante gemeente, dat is al heel bijzonder, dat de begraafplaats zo dichtbij is. En deze Sjoel ontvouwt veel activiteiten. En dat stel ik op prijs, dat wil ik steunen waar ik dat kan. Vandaag is het natuurlijk de expositie van Ada Stel, 102 portretten van kinderen uit de Tweede Wereldoorlog. U was zelf 8 jaar toen de Tweede Wereldoorlog begon en u heeft die periode hier heel dichtbij doorgebracht in Wezep. Hoe heeft u die periode beleefd? Ja, mijn kindertijd was dus getekend door de oorlog. Onder de 8, dan ben je toch nog haast een kleuter. En boven de 13, toen het klaar was, dan ben je een adolescent. Dus het was mijn hele kindertijd oorlog. En dat heeft mijn leven beïnvloed. Als je na de oorlog ineens weet waar die Joodse jongen naast wie je zat op het lyceum gebleven is, dat die vermoord is. Als je een hele winter niet naar school kunt, eigenlijk een heel schooljaar. En voortdurend geconfronteerd wordt met al die hongerlijers die daardoor wezen kwamen eten zoeken. Oudere mensen op gymnastiekschoenen of soms lappen om hun voeten door de sneeuw. Ja, dat maakt een diepe indruk. Zo'n winter, die herinner ik me veel beter dan, laten we zeggen, 2008, 2009. Omdat er zoveel gebeurde. En maakt het nog anders dat u die periode als kind heeft beleefd? Ten opzichte van de volwassenen die periode doormaakten? Ik denk het wel. Een kind is ontvankelijker in zekere zin. Anderzijds begrijpt een kind natuurlijk niet alles. Ik herinner me die laatste winter vooral als een winter waarin ik versneld volwassen werd. Ik kon niet naar school. En ik was met die oorlog zoals iedereen. Een beetje onafhankelijk van mijn ouders. Die wisten vaak niet waar ik was, wat ik aan het doen was. En berustte daarin. Je had natuurlijk geen telefoon om even op te bellen. En toen ik in 45 moest ik weer terug naar het lyceum. Ik moest weer kind worden. Ik moest weer om 9 uur thuis zijn, huiswerk maken. En realiseerde me toen dat dat eigenlijk niet meer ging. Dat na die winter. Het moest toch. En ik heb een paar niet goede jaren gehad tot ik 17 was en naar Utrecht kon gaan studeren. Want u was eigenlijk al geen kind meer op dat moment. Nee, ik was in zekere zin geen kind meer. Dat is natuurlijk een beetje tweeslachtig. Want ja, ik was 13 jaar. Je bent lichamelijk nog bijna een kind. Je wordt adolescent. Maar geestelijk was het anders. U heeft vandaag de tentoonstelling van Ada Stel geopend. 102 portretten. U heeft er net naar gekeken. Wat vond u van de tentoonstelling? Ja, ik vind het heel aangrijpend. De dood van een kind is iets onaanvaardbaars eigenlijk. Het is zo onnatuurlijk. Het is zo onrechtvaardig. Het is zoiets wat niet moet. Wat niet hoort. En als je dan leest in dat boek dat 18.000 kinderen uit Westerbork zijn weggevoerd en vermoord.
En voor ieder van de 102 transporten heeft Ada Stijl één kind geportretteerd van een foto en een kleuren schilderij van gemaakt. Het is eigenlijk diep aangrijpend als je tot je laat doordringen dat waar de dood van één kind al onaanvaardbaar is, dat al die kinderen willens en wetens stelselmatig georganiseerd zijn, omgebracht. Ja, dan staat je verstand eigenlijk bij stil. Dat de mensheid die kant heeft. Ja, en zij heeft, haar motto was ook, ik wil proberen die kinderen een gezicht te geven. En ja, ze haalt ze inderdaad als het ware uit de anonimiteit. Ja, zo gauw als iemand een naam krijgt en zeker een portret, dan weet je ineens dat er dierbaren waren die om dat kind gaven. Dan zie je ineens dat het kind een omgeving had die, als ze niet zelf ook zijn omgebracht, hebben geleden omdat hij of zij er niet meer was. Dus ik vind het belangrijk dat dit gebeurt. Ja, kunt u daar iets meer over zeggen? Want het is nu straks 70 jaar geleden dat we bevrijd zijn. Dat vieren we met elkaar. Maar dat betekent ook dat de generatie die het heeft meegemaakt zoals u, dat er over een tijdje, dat die generatie die het uit eerste hand kan vertellen niet meer zal zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wat betekent dat voor het levend houden van die herinneringen? We moeten dat denk ik dus zoveel mogelijk doen. Nu er nog mensen zijn die het kunnen vertellen, die erover kunnen getuigen. Want dat zegt misschien toch nog weer altijd wat meer dan wanneer het is opgeschreven. Maar goed, het getal wordt klein van mensen die het nog zelf bewust hebben meegemaakt. Ik denk dat de herinneringen doorgaan. Als ik kijk naar wat men de Great War noemt, la Grande Guerre, zeggen de Fransen. De grote oorlog. Ik heb jaren in Parijs gewoond. Die oorlog wordt nog veel meer herdacht dan de Tweede Wereldoorlog. Toch is er niemand meer die het nog weet. Dus dat zal ook met deze herinneringen doorgaan. En de herdenkingen zullen doorgaan. Er komen trouwens steeds meer mensen, jonge mensen, bij herdenkingen, tot mijn verbazing. Het leeft nog steeds. Ja, denkt u dat als u kijkt naar de jongeren nu hier in Nederland en de berichten die we de laatste tijd ook tot ons krijgen over antisemitisme. Denkt u dat de jeugd genoeg weet over de Tweede Wereldoorlog en waar antisemitisme toen bijvoorbeeld toe geleid heeft? Ja, je vraagt het je af, hè? Dat toenemende antisemitisme, wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Waarom moet je mensen haten omdat ze Jood zijn? Het slaat helemaal nergens op. En toch is het er. Het zit diep in culturen. Religies hebben daar natuurlijk ook een slechte rol in gespeeld. Waarom het nou weer zich voordoet, ik kan het niet begrijpen. Maar laten we daarom niet vergeten wat er in de oorlog is gebeurd, waar het toe kan leiden. En dat herinneren, dat ons blijven herinneren, daar speelt kunst natuurlijk een rol in. Bij de Great War gebeurde dat bijvoorbeeld door hele velden met prachtig rode bloemen. De Tweede Wereldoorlog herinneren we ons onder andere ook door kunst. Ada Stijl heeft dat nu laten zien. U heeft dat zelf laten zien door middel van uw roman Oorlogswinter. Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen de rol van kunst in dat soort proces? Wat kan kunst betekenen? Kunst kan je helpen om te zien, kan je helpen om te herinneren. Kunst kan hoop geven. Kunst getuigt ervan dat de mens andere kanten heeft dan alleen die destructieve kant waar het in de oorlog over gaat. Kunst onttrekt zich aan allerlei andere ontwikkelingen, economische en politieke. En daarom is kunst mooi. De tentoonstelling is daar dan een heel goed voorbeeld van. Kunt u kort voor mensen die zich afvragen, moet ik naar de tentoonstelling, kunt u kort schetsen waarom ze dat zouden moeten doen? Ten eerste is het mooi om die portretten te zien. Het zijn kunstwerkjes. In de tweede plaats, je gedachten kunnen zich verdiepen als je daar rondloopt. Het helpt om je te realiseren waartoe de mensheid in staat is. En daarmee hoop ik ook dat je besluit om dat te bestrijden. Om te zeggen, we de andere kanten van de mensheid dient ontwikkeld te worden en dit dient bestreden te worden. Alles wat daarbij kan helpen, moet je gebruiken. En dit is zeker zoiets. Oké, dat lijkt me een heel loffelijk streven. Dank u wel voor uw tijd. En heel veel succes met al uw activiteiten en ook met het schrijven natuurlijk.
Vandaag is het natuurlijk de expositie van Ada Stel, 102 portretten van kinderen uit de Tweede Wereldoorlog. U was zelf 8 jaar toen de Tweede Wereldoorlog begon en u heeft die periode hier heel dichtbij doorgebracht in Wezep. Hoe heeft u die periode beleefd? Ja, mijn kindertijd was dus getekend door de oorlog. Onder de 8, dan ben je toch nog haast een kleuter. En boven de 13, toen het klaar was, dan ben je een adolescent. Dus het was mijn hele kindertijd oorlog. En dat heeft mijn leven beïnvloed. Als je na de oorlog ineens weet waar die Joodse jongen naast wie je zat op het lyceum gebleven is, dat hij vermoord is. Als je een hele winter niet naar school kunt, eigenlijk een heel schooljaar, en voortdurend geconfronteerd wordt met al die hongerlijers die daardoor wezen kwamen eten zoeken. Oudere mensen op gymnastiekschoenen of soms lappen om hun voeten door de sneeuw. Ja, dat maakt een diepe indruk. Zo'n winter, die herinner ik me veel beter dan, laten we zeggen, 2008, 2009. Omdat er zoveel gebeurde. En maakt het nog anders dat u die periode als kind heeft beleefd? Ten opzichte van de volwassenen die periode doormaakten? Ik denk het wel. Een kind is ontvankelijker in zekere zin. Anderzijds begrijpt een kind natuurlijk niet alles. Ik herinner me die laatste winter vooral als een winter waarin ik versneld volwassen werd. Ik kon niet naar school. En ik was met die oorlog, zoals iedereen, een beetje onafhankelijk van mijn ouders. Die wisten vaak niet waar ik was, wat ik aan het doen was. En berustte daarin. Je had natuurlijk geen telefoon om even op te bellen. En toen ik in 45 moest ik weer terug naar het lyceum. Ik moest weer kind worden. Ik moest weer om 9 uur thuis zijn, huiswerk maken. En realiseerde me toen dat dat eigenlijk niet meer ging. Dat na die winter. Het moest toch. En ik heb een paar niet goede jaren gehad tot ik 17 was en naar Utrecht kon gaan studeren. Want u was eigenlijk al geen kind meer op dat moment. Nee, ik was in zekere zin geen kind meer. Dat is natuurlijk een beetje tweeslachtig. Want ja, ik was 13 jaar. Je bent lichamelijk nog bijna een kind. Je wordt adolescent. Maar geestelijk was het anders.